Moet je hem zien? Nee. Dit is Kijk even wel de andere kant op. Ja, het is uniek voor Europa dat dit gebeurt. Er zijn hier in de Van den Berg Stichting 500 mensen die de prik krijgen. Nou kijk, hier, dit is de eerste prik van de Van den Berg Stichting. Die gaat in Sebastiaan Datema. De eerste gevaccineerde bewoner van Noordwijk. En hoe voelt dat? Ja, goed. Ja echt wel blij mee. En waarom vooral? Ja, als ik toch met heel veel mensen in contact kom. In een winkel, zeg maar. En buiten de Willem. Kom ik met mensen in contact. Ja. Maar ik blijf wel die 1,5 meter aanhouden. Het kan nu weer, hè? Ja. En daar zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee. Maar wel zien we dit als eerste stap. He, er zijn nog heel veel cliënten die niet hier op het zorgpark wonen, die nog even moeten wachten op de prik. En ook de medewerkers moeten nog wachten op de vaccinatie. Dus we hebben nog wel even een lange adem nodig om te zorgen dat het virus toch op afstand blijft. We zijn in ieder geval vandaag blij dat we vanavond een start kunnen gaan maken met de eerste vaccins te geven. Dus de eerste bewoner hier van de Van den Berg Stichting, maar er zijn dus 7500 bewoners van verpleeghuizen en dit soort inrichtingen die de eerste prik krijgen. Het gaat natuurlijk om een kwetsbare groep die over het algemeen eigenlijk pas in de tweede ronde aan de beurt zou zijn, maar dat kan nu toch al. Dit is de eerste, want over 3 weken... Maar kom je dan weer? Ja, kan ook als eerste? Als je dat wil, mag je over 3 weken ook als eerste. Alleen is dan niet iedereen aanwezig. Jammer. Ja. Top gedaan. Ja. Ik ben ontzettend blij dat we in Noordwijk nu gaan starten. Het is de eerste Noordwijker op Noordwijkse bodem. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Ik denk dat we ook nog wel een aantal verpleegkundigen hebben. Misschien in ziekenhuizen die al het vaccin hebben mogen ontvangen. Maar dit is echt de eerste Noordwijker op Noordwijkse bodem. Dus ik ben daar zelf zeer content mee. En het zal gefaseerd gaan worden, gaan komen dit jaar. Maar we hebben in ieder geval nu een start gemaakt. Dus ik vond het erg belangrijk om daarbij te zijn. Kijk, nu is Sebastiaan als eerste alleen aan de beurt geweest. Met ons er allemaal bij. Maar straks moeten we allemaal weg. Want dan komen al die 500 andere bewoners hier om beurten naar binnen toe met begeleiding. Want het is toch natuurlijk ook een hele spannende dag voor de mensen. Dan zullen er uiteindelijk 500 tot 550 bewoners van de Van den Berg Stichting gevaccineerd kunnen worden.